Ram. Eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik een beetje zenuwachtig ben voor deze editie. Als er iemand in zo'n hoogzwanger staat met zo'n buik uit het raam gaat hangen. Ja, het is wel heftig. Ja, dan de eerste hangende buik uit het raam. Dat Rudy ook zo weer aankomt voor de Rudy en zegt: hé, daar hangt een buik uit het raam, joh. Wat hebben we nou mee? We hebben iets opgestuurd gekregen via de post. Ja, gaan we de beveiliging nog bellen? Maar ik voel enige angst bij Annie. Dat is volgens mij wil ze niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Nee, ik weet het niet. Je mag iets uit het raam gooien. Oh, iets naar keuze. Ja, nee, niet iets naar keuze. Chibbe is nog geen dienst, dus die. Geen optie. Er komt hier met een doos. Het, op zich ook een ik heel heb hier spannend een moment. Een dienblad. Nou. En ik heb hier opgestuurd gekregen een DVD-speler. Oké. Okay. Oh, mooi, hè? Dus dat van een luisteraar waar die geen brief erbij heeft gestopt. Zit de porno er nog in? Gaan we zelf zien als hij de grond raakt, ja, natuurlijk. Ja. Wat, die DVD-speler? Ja. Jij bent erg. Nee, we gaan nu de beveiliging bellen en die gaat checken of er niemand onder het raam staat. Ja, maar mocht het zelfs zijn, ja, dan... We gaan even luisteren buiten. De groot buitengeluiden. Het klinkt nog redelijk leeg. Ik wil even één testen. De mensen geloven nooit dat het echt een geluid van buiten is. Dus ik gooi nu even een kartonnen bekertje uit het raam en dan zul je hem horen van. Let op. Ja! Dat duurde lang. Dat ben je tegen, hè? Die zwoof natuurlijk een beetje. Hij zwoof, hè? Ik heb gisteren gezwoven. Ik zwoof. Wat een geluid was het, hè? Wauw. Oké, nou even de beveiliging bellen. We hebben van de week een aantekening gehad bij de vergadering. Ja. Die hadden gezeik. Ja, de bazen van de publieke omroep die hadden ineens een keer geluisterd. Nou, ik heb jou met Joey. Joey! Hey! It's us van de derde etage. Yes, ik ga even naar buiten. Wat gaan jullie eruit gooien? DVD-speler en een dienblad. We kunnen ook een dienblad? Ja, we kunnen ook een DVD-speler op het dienblad doen en dan ben je in één keer klaar. Ja, dus dan serveren we jou die DVD-speler, Joey. Is goed, gooi maar eruit. Ik ga buiten. En je weet het, 13e maand als je hem vangt. Ja, ik ga hem proberen te vangen. 13e maand, derde oksel. Hoi. Goedemiddag. Ja, dat is het. Ik derde neus gaat. Je mag hem gewoon in het raam. Nou, we moeten even wachten tot Joey er is, hè. Dus roep even. Geef maar even, op een gegeven moment hoor je. En dan is het dan Joey. Dan weten we dat de kust in feite. Ik zou eerst het dienblad doen. Oké. Volgens mij is dat een beetje. Goeie test. Goeie test, Kees, even. Joey! Oh, dat hoorde je, hoor. Nou hoor, hoor je. Het lijkt me op het begin van Is Dit Alles? Ja. Oeh, nerdel. Dat is heel nerd, ja. Joey, kan die? Yes! Mooi! Dan gaat hier het dienblad. Heel. Zo. Het ram. En dan nu de DVD-speler. Pièce de la résistance. Of zoiets. Aniek. Er komt een taxi aan. Nou, als je op mijn huis wil, Aniek, dan zou ik gaan mikken. Ik kom eraan! Welke taxi is dat? Klopt dat ik een taxi. Komt ie, hè? Ja, hoor, komt. We zijn er klaar voor. 1, 2. Oh! Maar met een beetje massa kan je een dvd'tje kijken onderweg naar huis, Annick. Heel leuk. Goed, hè? Vond je het lekker? Waarom gooi je die dingen uit het raam? Dat is toch leuk? Omdat het kan. Because we can. Ja.